haar niet gedaan, onopgemaakt shirt, kamer niet opgeruimd. Ja mensen, ik hoef niet meer elke dag FIFA te spelen, ik hoef niet elke dag mijn rode glorie bij te houden, want het is eigenlijk gewoon klaar. Ik heb vakantie. Ik heb vakantie. En daar ben ik eventjes van aan het genieten. Ik ben vooral veel video's aan het bedenken en het maken voor het andere kanaal. En nog steeds heb ik daadwerkelijk keine Ahnung met wat ik op FC Glory moet uploaden. Maar vandaag hoef ik daar ook niet over na te denken, want de rewards zijn er en Futties is begonnen. Een promo waar ik tot nu toe nog steeds niet het nut van inzie. Nog steeds niet. Maar misschien gaat het nog veranderen. Laat hem stop zijn, vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik weet dus niet zo heel goed wat ik wil gaan uploaden deze vakantie. Er komt nu een polletje in beeld, tenzij ik het vergeet. Maar ik ga het niet vergeten, er komt een polletje in beeld. Zou jij career mode video's willen zien op FC Glory? Maar dan gewoon één aflevering is één seizoen. En dan zonder getover, gewoon realistische career mode. Zonder al te veel gedoe, dat ik wel live opneem. Dus dat je wel gewoon hoofd en alles ziet. Zou je dat willen laten? Zou je dat kijken? Zeg ja. Zou je dat niet kijken? Zeg nee. Maar wees er wel heel eerlijk in. Want ik heb in de doelen die ik zaden, jullie ook niet. Als je zegt ja, maar je doet nee. Want ja, dan werkt het allemaal niet. Oké, a gift for you. Ik hoop dat het een ultimate pack is. Ja, dat zou moeten kloppen. Want dat is voor het aantal dagen dat je bent ingelogd sinds de start van FIFA 19. Nou, 91 dagen, daar hebben we sowieso wel gehaald. Want we zitten al bijna op, we zitten al over de 200 afleveringen. Daarnaast kan je stemmen op de Futties. En zijn er weekly objectives die wat problemen hadden, maar daar hebben wij niks mee gedaan. Oké, goed. Claim your new items. En we hebben dus zo'n 125k pakket die we als eerst kunnen openmaken. De Futties, ja weet je, mij maakt het niet uit, want het gaat toch wel Lozano worden. Ik ga Keita Balde stemmen, ex-interspeler die nu weer terug is bij Monaco. Maar het wordt toch Lozano, dus ja, eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit wat je daar stemt. Er zijn wel heel veel speciale kaarten in packs, dus het zou haast niet anders kunnen zijn dan dat je een walkout packt. Vanwege alle informs en ones to watches en man of the matches die er weer in zitten. Dit is dus zo'n, niet man of the matches, een Europa League kaart. Is dit Lacazette? Nee, Giroud. Oké. Ja, dit is verschrikkelijk natuurlijk. Hier heb je helemaal niks aan. Als het een hoogwaardig kaart zou zijn, dan was het chill, want dan kan je die inleveren. Oh, Man of the Match ook nog. En 84-83. Ja, weet je, prima. Alleen, dit is goed. Want er komt vast nog wel een SPC waar je een Man of the Match kaart voor nodig hebt. Dat gebeurt altijd wel. Maar een Europa League Man of the Match kaart, die is vaak niet nodig bij SPC's. Dus die gaat in onze club gestort worden en die gaat nooit meer het daglicht zien, denk ik. Dan hebben we nog de rewards, we hebben tot goud 2 doorgespeeld. Omdat FIFA gewoon niet mee aan het werken was, wat je ook had kunnen zien in die video. Divisie Rivals heb ik ook niet gespeeld, dus zou ik ook waarschijnlijk gewoon rank 3 zijn geweest van divisie 1. We gaan voor de untradable pack. Nee, we gaan voor de munten, want ik heb misschien munten nodig voor de spelen die ik wil gaan kopen. De laatste aankoop van deze Rode Glory. Daarvoor heb ik ongeveer 800k nodig. En dat kunnen we wel gaan halen als ik ook nog de spelers in mijn club verkoop die we nu hebben. Goud 2. Ik ga dit weekend niet spelen. Dit weekend geeft Rob een feestje voor zijn verjaardag. En dat is het. Ja, ik moet straks. Er is iets minder nieuws. Ik moet straks naar het ziekenhuis. Ik moet een MRI doen om te kijken of er iets in mijn hoofd zit. Dus ik ga er niet vanuit. Laten we wel gewoon verwachten dat het allemaal goed gaat. Maar dit is altijd wel even een soort spannend of zo. Dat je daarheen moet en niet weet wat er gaat gebeuren. Ik heb wel eens eerder een MRI-scan gedaan. Dan ga je daar in zo'n tunnel en een teringhard geluid en alles. En dan gaan ze kijken of dus iets met je hoofd verkeerd is. Maar de vorige keer was ik in slaap gevallen. En dat is heel lang geleden. Goed, de player picks. José Fonte is lekker. Een 91 rated speler. Dus ja, vind ik helemaal niet verkeerd. Had veel slechter gekund. Er zit dus elke keer één van de top league in. En dit is Donnarumma, 95 rated. Een keeper die we al veel hebben gehad. Jane 93 natuurlijk, die is ook lekker. Maar 95 rated is weer helemaal top. Ik ben zeker niet ontevreden met deze spelers. Want een 91 rated heeft een waarde van 60k, 70k. En een 95 van iets van 120k. Dus aan de player picks heb je, als je een SPC wil gaan doen, heb je daar redelijk wat aan. Dus dit is prima. Dit is top. Hey, duimpje omhoog. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je bijvoorbeeld Elite haalt, dat je zoiets hebt van, ja, allemaal leuk en aardig, maar dit is niet waarvoor ik een weekend ga spelen, zeg maar. Oh, ik krijg geen eens een bordenspeler uit. Oké, maakt niet uit. Dan hebben we nog twee. Wat zijn dat? 50k pakketjes van goud 2. Ja, het zal allemaal worst zijn. Rare Mega Packs. Nee, dit is ook natuurlijk helemaal niks. Geen walkout uit. Had je maar voor goud 1 moeten spelen, Raoul, als je iets uit pakketjes wilde krijgen.
Deze kunnen we discarden. En het laatste pakketje alweer. En dan gaan we kijken wat we nu nog kunnen doen. Weer geen walkout. Oké, dan waren die pakketjes wel weer man of the match. Maar dat is dan 83 of lager. Gabriel, oké, ja, dat had ik nooit kunnen raden. Nee. Nou, weer zo'n man of the match kaart die dus misschien nodig gaat zijn. En een Europa League kaart. En een 85 en een 84. Dus toch weer een bepaalde discard waarde. Ik ga ze in mijn club houden. Misschien zijn ze nog nodig later. Het is altijd met promo's zo dat als EA in één keer zegt, oh, weet je wat, er zijn super veel man of the match kaartjes te pakken. Dan is de kans natuurlijk groot dat die in één keer straks in SBC nodig is. Omdat, ja, ik kan niet bedenken waarom ze dat anders zouden doen. Hé, we hebben nog een aantal dingen in onze club zitten. Die wij kunnen verkopen, heb ik nog steeds niet gedaan. Waaronder Messi, die ik nog niet wil verkopen. Koulibaly, die we hadden gepakt uit onze Elite Rewards, die is nu over de 400k. Die was een tijdje 400k, nu is hij weer overheen. Dat is allemaal prima. Dat is ongeveer 600k wat we hebben. En ik wil één speler kopen voor in mijn Rote Glory. Kijk, we gaan nu toch niet meer spelen. Ik dacht eerst, we gaan Eusebio unlocken. Oh, we hebben ook nog Squad Battle Rewards. Omdat we twee potjes squad battles hebben gedaan. Ik wilde Eusebio misschien doen. Toen dacht ik, ja, Eusebio is wel tof. Maar Ronaldo is ook wel heel hard. Alleen zouden we daar Messi voor moeten verkopen. En toen dacht ik, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar ik ga toch niet meer heel veel spelen. Slash niet. Dus dan kan ik die dingen wel doen en de moeite in stoppen. Maar dat, ja, dat maakt nu eventjes niks uit. Want ja, daar doe ik niks mee. Is dit een SBC Prime Gold Player Pack? Die ga ik even oplossen. Goed, SBC opgelost. Leuk dat ze dat doen. Het is een hele makkelijke SBC. Dan krijg je een pakketje voor terug. Dus dat is helemaal prima. Maar toen dacht ik, we gaan die spelers niet doen. Die SBC's, die Icon SBC's. Welke speler wil ik nog echt in mijn Ultimate Team hebben voor het einde van het jaar? Dat ik bijvoorbeeld over een jaar inlog en kijk, oh ja, die spelers heb ik allemaal in mijn club zitten. En die wil ik erbij. Ondanks dat ik dan waarschijnlijk geen wedstrijd speel met die club. Of met die speler die ik dus zo ga kopen. En ja, toen wist ik welke het was. En eentje waar ik ook uit, oh, wel eens een video. Krijgen we nou weer een walkout? Wat is dit? Belgisch centerback. Witsel. Oh, 88 Witsel. Uit die SPC. Die we net hebben opgelost, die hele makkelijke. Oh, dat is zeker niet verkeerd. Het is dat hij geen pepernoot meer waard is nu. Maar 35k eruit is wel lekker. Ja. Gaan we die houden? Nee, zeer zeker niet. Die gaan we gewoon lekker verkopen. Hey, wat moeten wij hiermee? Helemaal niks. Die listen we waarschijnlijk voor te goedkoop. Maar hey, het is weer voor zo'n makkelijk SBC'tje. Helemaal prima. Mooi meegenomen. En munten die we weer kunnen krijgen. De speler waar ik het nu de hele tijd over heb. De speler die ik dus heel graag aan dit Ultimate Team wil toevoegen. Terwijl ik sowieso de opstelling ga veranderen. Want ja, kijk. Benzema is allemaal leuk en aardig. Maar we gaan natuurlijk niet ons uiteindelijke team zonder Socrates doen. Ja, weet je, die fout heb ik een paar keer gemaakt en dit is gewoon niet loyaal van mij. Elke keer als ik ga slapen, kijk ik naar dat shirtje van de dokter dat boven mijn bed hangt. Dat over mij waakt terwijl ik aan het slapen ben. Ik moet die man gewoon in mijn team hebben. Koste wat het kost. Toch? Ja, snappen jullie? Ja, oké, mooi. Dan kunnen we daar het over eens zijn. Ja. Welke speler wil ik dan kopen? En het kan zijn dat het heel dom is dat ik dit wil doen. Want waarom kan het dom zijn? Nou, we gaan er dus 800k aan uitgeven. Ik ga het nog eventjes schuim houden. Ik ga er 800k aan uitgeven. En dat betekent dat we voor de rest geen munten meer hebben dat we kunnen uitgeven om een SPC te doen. Terwijl, ik kan het beter in een squad doen. Terwijl we nog wel een redelijke hoop met spelers hebben die wij kunnen inleveren voor een SPC die hoogwaardig zijn en we niet meer gaan gebruiken en anders een beetje in onze club zitten te vertieven. Quagliarella gaan we niet gebruiken. 96 weet het. Benzema hou ik wel super sub. Trap hoeven we niet. Oblak hoeven we niet. Donnarumma hoeven we niet. Laporte hoeven we niet meer. Sarabia hoeven we niet. Dembele hoeven we dan één niet van. Dan moeten we gewoon accepteren dat we die dan kwijt zijn. Maar dat is al overbodige luxe die we hebben. Ilicic niet. Robertson niet. Iso niet. Gignac niet. Renato Augusto niet. Modric niet. Alonso hoeft ook niet meer. Vond hem net gekregen, hoeft ook niet meer. Canales hoeft niet. Wijnaldum hoeft eigenlijk ook niet. Die ook niet, die ook niet. Ja, Jefinho wil ik wel houden. Dembele ook niet, maar er zit een andere speler van in het team. Zo. Als we dit dan allemaal in de
beste posities gaan neerzetten, dan zie je dat wij toch wel een flink team hebben met spelers die wij niet gaan gebruiken, die we kunnen inleveren voor SBC's. Het zou me niet verbazen als dat een 94 overal team is. Een 93 team, al deze spelers, die kunnen we dus nog inleveren voor een SBC, voor een Icon SBC. En als je daar die 800k bij optelt om bijvoorbeeld de resterende dingen te doen, denk ik dat je al wel gewoon heel ver komt bij een Ronaldo of een Eusebio. Ik weet niet of je hem af kan maken, dat zou ik dan moeten uitzoeken. Hoeveel het precies gaat kosten, hoeveel wij aan untradables hebben en ja, wat het ons gaat, ja, wat we er kwijt aan gaat zijn, of we dan kunnen redden. Maar ja, we hebben zoveel untradables in de club die we kunnen gebruiken. Het is haast zonde om daar niks mee te doen. Dus daar mogen jullie eventjes mee over nadenken in de comments, hoe we dat gaan doen. Maar de speler die ik wil kopen, ja, sommigen weten het al, ik ben gewoon fan van die gozer. Ik heb zijn 93 gebruikt, maar ik wil gewoon Roberto Baggio eigenlijk in de Rote Glory hebben. Op de bank weliswaar, die gaat niet in de basis komen. Maar, ja man. Ja, weet je, ik ben gewoon echt heel erg fan van die gozer. Ik vind het een fantastische voetballer en ik wil hem graag in het team hebben. Dus, gaan we voor dit team dat we nu hebben met dan Baggio die we op de bank kunnen zetten als ik die zo koop. Maar dan hebben we wel nog heel veel untradables in de club. Maar het is een fantastisch team met Messi, 99 Messi erin. Of gaan we voor het andere eindteam waarin we dus al onze untradables gebruiken, Messi verkopen, de SPC van Ronaldo Lima doen en Baggio gaan kopen. Ja, jullie mogen dat gaan bepalen. Ik ben benieuwd en misschien gaan we dat dan in de volgende aflevering doen. Ik weet niet wanneer die komt. Ik ben sowieso bezig met iets anders zieks voor Never Ending Glory. Maar dat gaan jullie ook nog wel meemaken. Een blauw duimpje top zijn. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En ik check jullie later. Joejoe!